Hierbij kort een instructie over het monteren van de netborgingstrips in een voetbaldoel. Je ziet hier de ingevrezen netbevestiging in een 5x2 jeugddoel. Wat van belang is dat als je het net zometeen gaat inhangen, dat het net weer keurig hier helemaal goed onder de ingevrezen netbevestiging moet komen te zitten. De netborgingstrip heeft één opening. Nou, de opening van de netborgingstrip die gaat als het ware over de ingevrezen netbevestiging heen. Je kantelt hem iets achterover en dan valt hij als het ware in het profiel. In het profiel van de netborgingstrip zitten weer de inbusjes. Nou, die draai je op het moment dat de net geplaatst is en de netstrip in het profiel zitten, draai je die helemaal door in het profiel op deze wijze. Je zal merken dat de als je bijna geborgd zit, zal je merken dat het profiel ietsje naar buiten komt, waardoor hij zichzelf en het profiel netjes helemaal afdicht. Op deze manier heb je één vlakke ondergrond.